Oké, waarom ik 13 minuten van Sour Pimpernel het beste vind. Ten eerste, het gaat over een tienerschool waar op een gegeven moment een moord wordt gepleegd. Dan blijkt het dus dat vrienden het waarschijnlijk gedaan hebben. Hoe kan dat? Echt waar, hoe kun je je beste vriendin vermoorden? Nou, dat wil je dus weten. Maar halverwege het boek weet je het eigenlijk op een gegeven moment al, maar dan heb je de rest nog. En wat dan? Ja, dan moet je nog verder gaan lezen. En er blijkt een mindfuck in te zitten? Nou, niet normaal. Dus daarom moet je het echt gaan lezen. Echt 5 dikke sterren. Echt, lees dan vervolgens ook nog even Dodenhuis. Die komt binnenkort uit mijn beste foyer. Dus helemaal gaan lezen. Echt waar, ik heb echt liefde voor die schrijfster en voor dat boek. Ga het alsjeblieft lezen.